Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe make-up collectie testen. Make-up Revolution is weer uitgekomen met een samenwerking met Sove. En dit is hun derde samenwerking met haar. Haar eerste samenwerking met hun heb ik nooit gehad, maar hun tweede wel. Want het was een oogschaduwpaletje en 3 lipsticks volgens mij. En dat oogschaduwpaletje, als je me al heel lang volgt en in die tijd ook, dat paletje heb ik echt dood gepromoot. Ik vond het echt een geweldig paletje. Het was echt een van de beste paletjes van Make-up Revolution die ik ooit heb gebruikt van hun. Ik merkte ook echt dat haar paletje echt beter was van kwaliteit dan de rest van hun paletjes. Dat viel echt op. Dus ik ben weer heel enthousiast over deze derde collectie. Ik hoop dat het echt net zo goed gaat zijn. Ook vind ik Sove gewoon echt een hele leuke meid. Ik volg haar echt al jaren. Ik volg haar al vanaf dat het nog Sove Das Nails was, toen ze nog alleen maar nagels deed. Ik hou altijd van hele aardige, vrolijke mensen met echt een hele positieve vibe. En dat heeft zij echt. Dus daarom vind ik haar zo leuk. Dus toen ik zag dat zij met haar derde collectie kwam, heb ik hem compleet besteld. Hij is gewoon te koop bij Boozy Shop. Maar ik heb hem besteld bij de Revolution website. Komt gewoon vanuit Engeland. Je hoeft geen douane of niks te betalen. Tenminste, dat heb ik niet hoeven doen. Ik weet, nou met Brexit en zo is het een beetje ingewikkeld. Maar vanaf de Revolution website hoef je geen douane te betalen als je daar bestelt. En het kwam echt binnen een paar dagen binnen. Volgens mij, ik heb het voor het weekend besteld. En ik heb het gisteren maandag binnen gehad. Dus ik ben echt super benieuwd naar deze collectie. Dus we gaan gewoon vandaag bekijken wat we ervan vinden. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Jongens, ik ga morgen op vakantie. Dus ik ben zo blij dat deze collectie nog gisteren is binnengekomen. Anders had ik moeten wachten tot na mijn vakantie om deze video te maken. En dat was wel zonde geweest. Want altijd als het gaat om reviews, wil ik het gewoon zo snel mogelijk uploaden. Want dan weten jullie gewoon gelijk wat ik van alles vind. Ik heb hier de hele collectie. Het is weer niet een hele grote collectie. Het is 1 oogschaduwpaletje, 1 highlighter paletje en 2 lipkits. Ik heb mijn hele gezichtsmake-up al gedaan, zoals je kunt zien. Dus we gaan gewoon gelijk beginnen met de ogen. En ik heb hier het Revolution Sove Super Spice Shadow Palette. Ik vind de verpakking echt al heel mooi. Zo dit nude-achtige vind ik echt heel erg mooi. Er staat ook een hele reveal video op haar kanaal met ook een make-up look, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. En op haar vlogkanaal, die heet volgens mij Sove Das Vlogs, er staat ook een video over hoe ze helemaal deze collectie heeft gecreëerd en allemaal wat backstage shots en zo. Dat is misschien ook wel leuk om te kijken. Ik vond het echt een hele leuke video. Dus dit is dan het paletje. Sove staat er zo een beetje 3D op. Je kunt hem echt zo voelen. Dus ik vind de verpakking echt wel heel erg mooi. En dan is dit gewoon echt het paletje. Qua verpakking is het gewoon de same als de buitenste verpakking. En dan als je het paletje openmaakt, zijn dit alle kleurtjes. Het is best wel een kleurrijk paletje met matte en glanzende kleurtjes. En dit is echt zo'n paletje die mij echt weer gewoon totaal aanspreekt. Ik hou altijd van dit soort kleuren. Ik zie ook echt wel wat neutrale kleuren erin. Zoals deze 2 bruine matte kleuren en deze 2 glanzende bruine kleurtjes. Dus je kunt er ook echt wel wat everyday looks mee maken. Maar de kleurrijke kleuren vallen echt gelijk op. Je krijgt ook een spiegel. Qua verpakking vind ik het echt heel erg cute. Vooral voor de lage prijs is dit echt een hele mooie verpakking. Ik hoop echt zo dat de kwaliteit gewoon goed gaat zijn. Maar daar ga ik in principe wel gewoon van uit. Aangezien haar tweede collab ook gewoon echt van goede kwaliteit was. Ook die kleur hier, Dreamy, ziet er echt zo mooi uit. Het voelt zo zacht aan. Oh my god. Kijk even hoe mooi deze kleur eruit ziet. Wauw. Ik heb ook nog 2 andere glanzende kleuren geswatcht. Dit ziet er echt heel erg mooi uit. Ik zou ook echt zeggen, volg mij lekker op Instagram. Want op Instagram ga ik zeker te weten nog een aantal looks hiermee maken. Zodra ik weer terug ben van Spanje. Ik ben maar 5 dagen weg. Dus ik ben zo weer terug. En voor vandaag, ik denk dat ik een beetje voor een wat fellere look ga. Met een beetje de blauwe en de paarsige kleurtjes. Dus laten we gewoon snel beginnen met de look. Fun fact, in de tijd dat ik op bezoek was naar een hele goede camera lens voor mijn make-up video's, heb ik dus de camera lens gekocht van Sove die zij in haar video gebruikte. Want ik vond haar kwaliteit altijd heel erg goed. En toen heb ik opgezocht welke lens zij gebruikte en toen heb ik die ook gekocht. Dus de lenzen die ik nou gebruik zijn ook de lenzen die zij gebruikte. Maar zij is nou onderhand alweer geüpgraded met een andere lens en ik wil ook weer gaan upgraden. Dus ik denk dat ik die lens ook weer ga halen. Ik ben daar gewoon heel te aan naapen met andere camera lenzen. Maar als je gewoon andere naapt, dat scheelt jou zoveel gezoek. Vooral als je niet echt een pro bent in camera lenzen en dat soort dingen. Ik heb er echt allemaal geen verstand van. Dus als je net als mij op zoek bent naar goede lenzen voor whatever, kijk gewoon naar andere mensen in jouw niche en kijk
wat hun gebruiken en aap gewoon hun na en dan is het altijd wel goed. Ik heb al gepruimd met concealer, dus dat hoeven we niet meer te doen. Ik ga beginnen met een beetje lichte pastelpaarse kleur, die heet Lockdown. Nou, ik denk dat ze voor de naam Lockdown is gegaan door alle corona-omstandigheden. Die ga ik aanbrengen met deze fluffy kwast van Zoeva nummer 228. En die kleur breng ik aan in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de paarse matte kleur hier, die heet Papa. Die breng ik aan met deze platte fluffy kwast van Boozy Shop nummer UP24. En die ga ik hier in de buitenste hoeken indrukken. En dan pak ik weer die lichte paarse kleur Lockdown en dan ga ik weer over de randen om het een beetje te blenden. Die donkere paarse kleur ga ik dan ook aanbrengen op de hele onderste wimperrand. Die paarse kleur is wel best wel poederig in het paletje zoals je kunt zien. Maar als je het aanbrengt op je ogen is het helemaal niet poederig en brengt het gewoon prima aan. Dus dat is top. Om het iets donkerder te maken ga ik in met de zwarte matte kleur Night Owl. Toevallig weet ik dat zij deze kleur zo heeft genoemd omdat zij zelf een Night Owl is. Nachtuil, ze werkt het liefst in de avond en 's nachts, want dat vindt ze gewoon fijner. Echt totaal het omgekeerde van mij, want ik ben een ochtendmens en ik haat het om in de avond te moeten werken. Ik doe zoveel mogelijk als kan in de ochtend en in de middag. Het is nou ook weer pas 12 uur vandaag. Ik pak een heel klein beetje van die zwarte kleur en dan breng ik die gewoon, even kijken, een heel klein beetje aan hier in de hoeken. Dan ga ik in met deze blauwe glanzende kleur, die heet Frère. Kijk, ik hoop dat hij genoeg pigment gaat hebben om te kunnen doen wat ik nou wil dat hij gaat doen op mijn oog. Het ziet er wel echt heel mooi uit. Dan ga ik deze gewoon aanbrengen hier op mijn hele ooglid. Maar hij moet echt genoeg pigment hebben om een beetje dat paarse weg te drukken. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Nou jongens, ik moet zeggen dat deze blauwe kleur echt wat moeite kost. Ik moet echt super veel lagen aanbrengen voordat hij een beetje heftig blauw wordt. Oh my god. Oké, nou het is uiteindelijk wel gewoon gelukt, maar het kostte echt wel wat moeite. Dan pak ik de kwast waar die paarse kleur op zat en dan ga ik een beetje die paarse kleur een beetje inblenden met die blauwe kleur hier in de hoeken. Dan ga ik in met deze witte matte kleur, die heet To Be Fair. Deze kleur heet zo omdat zij echt heel vaak zegt To Be Fair. Dat is echt een van haar stopwoordjes. Stopzinnetjes, dat is eigenlijk een zin. Ik weet het allemaal omdat ze dat allemaal heeft verteld in haar video, by the way. Deze witte kleur doe ik zo in de binnenste ooghoeken. Hij is wel lekker goed wit, dat vind ik wel fijn. Zo jongens, ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Het ging op zich allemaal best wel goed. Vooral voor een oogschaduwpaletje met zo'n lage prijs ging het op zich wel goed. Alleen die blauwe kleur kostte mij echt wat moeite. Ik heb er ook echt zwaar ingedrukt gewoon. Je ziet hier gewoon een hele deuk erin gewoon, zoals je ziet. Want ik wilde het gewoon echt heel heftig hebben. En uiteindelijk is dat wel een beetje gebeurd, maar... toch niet zo heftig als dat ik had gewild. Maar ja, whatever. Oké, dit is de ooglook helemaal afgemaakt met wat mascara en nepwimpers. Dit zijn TL4 Faux Me Lashes van Tati Lash. Zo, ik heb hem op zijn kop vast. Ik wil de wimpers van de Primark opdoen. Heb ik ze toch gewoon kapot getrokken. Ik baal echt, maar ja, whatever. Nu met de wimpers erop en zo is de look echt super, super mooi. Ik vind dat het echt best wel gewoon goed is gegaan. En dat het er allemaal echt best wel gewoon goed uitziet. Ik vind het contrast van het blauwe en het paarse ook echt heel erg mooi. Laat me weten beneden in de reacties wat jij van de ooglook vindt. Oh, ook heb ik een paars oogpot loodje gedaan in mijn onderste waterlijn. Oké, we gaan nou verder met het gezicht. Het volgende product is dit highlighter paletje. Dit is het Revolution Soft Face Highlighter Duo paletje. En ik heb de versie Cookie and Cream. Je hebt drie verschillende versies en dit is de medium versie. Je hebt nog een lichtere en nog een donkerdere, maar medium is altijd perfect voor mij en deze kleuren zien er ook echt ideaal uit. Ik herinner me nou dat zij in haar vorige collectie ook een highlighter paletje had. En die heb ik hier ook gewoon nog. Dit was van haar tweede collectie, het highlighter paletje. En dit is dus een soort van mini versie van dit paletje. En dit paletje is ook echt amazing. Super mooie highlighters. Maar vandaag ga ik dus deze proberen. Qua verpakking is het gewoon een beetje een mini versie van het oogschaduwpaletje. Dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Ook handig voor op reis, want het is best wel klein. En er zit een spiegel in. En dan heb je twee verschillende kleuren highlighters. En hierin staat een S van Sof. Maar ik heet Sarah, dus voor mij is die S gewoon de S van Sarah. En allebei de kleuren zien er echt prachtig uit. Deze lijkt iets meer te glanzen dan deze. Deze lijkt een beetje metallic-achtig of zo, terwijl de andere meer normaal lijkt. Ik ga ze even allebei swatchen. Ja, ze voelen ook echt allebei anders aan. Ja, die ene is echt veel heftiger. Ik zie het gelijk. Dit zijn dan de twee kleuren. Allebei een beetje goud-champagne-achtig. Ik moet zeggen dat ze qua kleuren wel echt een beetje op elkaar lijken, maar het is echt allebei een hele andere formule. Als je ze aanraakt, je voelt het echt gelijk. Deze met de S erin is echt veel heftiger. En deze is meer subtiel.
subtiel. Al moet ik wel zeggen dat het volgens mij wel echt gewoon allebei heftige highlighters zijn. Alleen de ene is gewoon iets heftiger dan de andere. Dat vind ik wel handig gedaan. Want dan als je de ene keer voor een naturel look gaat, dan doe je deze. En als je voor een heftige glam look gaat, dan doe je deze. Dus ik ga denk ik vandaag, ik ga ze gewoon allebei aanbrengen. Ik ga eerst deze hier aanbrengen en dan deze heftige hier links. Ik begin dus met deze rechter, de minder heftige. Ja, de minst heftige is al heel heftig. Oh my god. Ik hou wel van een heftige glow, dus ja. Als dit al de minst heftige is, oh my god, ik ben echt benieuwd naar die andere kant. Dan ga ik nou in met deze kant. Ik heb de kwast schoongemaakt. Ja, deze is ook echt heel mooi. Ze lijken wel echt heel veel op elkaar. Ik zie niet echt heel veel verschil. Deze is ietsje lichter, maar dat is ook hier te zien. Deze kant is gewoon ietsje lichter. En deze andere kant is iets meer goud, iets donkerder. En deze voelt iets meer fluweel, een beetje boterachtig aan. Terwijl deze meer poederig aanvoelt. Ik vind in principe deze eigenlijk iets fijner dan deze. Had ik niet verwacht, want deze trok me echt meer aan. Maar toch vind ik denk ik die andere toch wel fijner. Maar ze zijn wel allebei echt heftig, oh my god. En ik vind ze op zich wel allebei gewoon mooi. Ook een beetje bij mijn voorhoofd. Ik ga nou gewoon verder met deze. En die breng ik dan ook zo een beetje aan op mijn neus. Of ja, een beetje. Dit is gewoon best wel veel. Dan uitblenden met mijn vinger. En dan die andere kleur waar dit S'je in staat, die breng ik ook aan in de binnenste ooghoeken. Ja, jongens, heel erg heftig. Ik heb een beetje veel aangebracht op mijn neus. Oh my god. Heel erg heftig allebei, maar ik vind het echt heel erg mooi. Maar als jij zo'n persoon bent die houdt van een hele subtiele highlighter, dan gaat dit paletje het niet zijn voor jou, want echt allebei de kleuren zijn heftig. Allebei de kleuren zijn kleuren die ik kan gebruiken. Ik vind ook allebei de formules mooi. I love it. Ik zie mij dit zeker te weten vaker gebruiken. Echt amazing. Echt gewoon alsof je zo lekker boter smeert op je gezicht. Dan als laatste de twee lipkits. Ze heeft dus twee lipkits uitgebracht met een lippot, een loodje en een soort van lipbalmpje in twee kleurtjes. Dit is de donkerdere kleur en dit is de meer lichtere nude kleur. En ik heb ze gewoon allebei besteld. Ze is ook echt specifiek gegaan voor een lipbalmpje in plaats van lipsticks. Ze heeft al haar andere drie lipsticks van de andere collectie. Ik heb geen idee of de andere collectie nog te koop is. Maar nou wilde ze dus gaan voor een lipbalmpje om gewoon lekker een prettig gevoel te creëren op de lippen. De lichte kleur heet Candy Icing en de donkere kleur heet Toffee Drizzle. Ik denk dat ik ga beginnen met de donkere kleur. Dit is dus de kleur Toffee Drizzle. Deze is iets donkerder, maar ook nog wel gewoon een nude kleur. Ik hou altijd van lipkits, want ik gebruik echt altijd bij elke lipstick ook een lippotloodje. En af en toe is het best wel een gedoe om een bijpassende kleur te vinden. Dus als je gewoon zo'n lipkit hebt, dan hoef je dat helemaal niet te doen. Het ziet er allebei best wel mooi uit. Het is best wel donker. Ik denk dat dit ook echt een hele mooie nude zou zijn als je een donkerdere huidskleur hebt. Dus deze ga ik eventjes aanbrengen. Jongens, dit voelt echt heerlijk aan. Oh my god. Het lipbalmpje heeft ook een hele lichte kleur. Het is niet heel erg gepigmenteerd, maar het geeft wel gewoon een hele lichte kleur af. Zie je dit? En het matcht echt perfect met het lippotloodje. Het lippotloodje is super, super creamy. Het voelt ook een beetje olieachtig aan. Ik voel dat er volgens mij iets van een olie in zit of olieën in zitten. Het voelt ook echt een beetje balmachtig aan. En dat is wel apart voor het lippotloodje. Lippotloodjes zijn meestal een beetje droog en zo. En dat is hij echt totaal niet. Hij voelt echt een beetje vettig aan. En dat is ideaal als je het gaat combineren met een lipbalmpje die ook een beetje vettig aanvoelt. Ik vind de kleur heel erg mooi. Hier in het midden zie je echt alleen maar de kleur van de lipbalm. Want daar zit geen lippotlood. En je kunt dus zien dat ze zo'n hele mooie kleur afgeeft. Ik vind dit echt, echt prachtig. Dit is echt een kleur die ik op dagelijkse basis zou gebruiken. Heel erg mooi als je ook gewoon een soft glam look maakt. I love it. En het voelt ook echt fantastisch aan. Dan ga ik nou in met de lichtere kleur. Dit is dus de kleur Candy Icing. Ik ben ook echt heel erg benieuwd hierna. Ik hou altijd wel van een goede nude kleur. Oké, dit is dan het lippotloodje en de lipbalm van deze lipkit. Dit zijn dus wat lichtere kleuren. Dit lijkt mij meer een beetje bruinig, rozig, nude-achtig. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat staan. Oké, dit is dan de lichte lipkit versie. Deze kleur vind ik persoonlijk niet zo mooi. Het voelt wel weer gewoon de same aan als die donkerdere versie. Gewoon lekker balmachtig, lekker een beetje zo vettig olieachtig. Echt super super fijn voor ook als je droge lippen hebt zoals ik heb. Alleen qua kleur vind ik toch denk ik deze donkerdere kleur mooier. Of ik zou de twee kleuren mixen. Ik zou dit donkere lippotloodje doen met deze lichtere lipbalm. Want deze kleur vind ik mij persoonlijk niet echt geweldig staan. Dit is niet echt mijn kleur. Ik denk dat dit wel heel mooi zou
staan als je een wat lichtere huidskleur hebt met misschien wat lichtere haren dan ik, gewoon echt blond of zo, dan denk ik dat dit echt wel mooi gaat staan. Maar voor mij, ik vind het iets te peachy-achtig. Oké, mensen, ik wil ook even lipkits combineren. Dus het donkerdere lippot loodje met de lichtere lipbalm en zien wat er gebeurt. Ja, jongens, dit vind ik ook echt prachtig. Ik denk dat ik dit de mooiste lipcombo vind. Ze hadden van dit een lipkit moeten maken. Heel mooi zo als je ze ook allebei combineert. Ik zou zeggen, bestel allebei de lipkits. Ze zijn toch super goedkoop. En combineer ze gewoon zo. Dat vind ik heel erg mooi. Helaas zijn de lipproducten echt alleen maar te koop in de lipkits. Dus je kunt niet het lippotloodje van de ene kit halen en de lipbalm van de andere kit. Dus dat is wel jammer. Anders had je zo dit kunnen doen. Nou, jongens, dat was het dan. Dit was de hele Sove collectie. Hoe vonden we het weer vandaag gaan? Wat was dit? Een leuke collectie, jongens. Ik vond het echt een leuke collectie. Dit paletje is echt heel erg mooi. Zoals ik al zei, ik had een beetje moeite met de blauwe kleur, maar voor de prijs ook van dit paletje, de kleuren werkten echt goed mee. Ik ga zeker nog een heleboel andere looks maken met dit paletje. Je kunt ook echt heel veel looks maken hiermee, want er zijn echt best wel veel kleuren. En als ik er zo naar kijk, zie ik al een heleboel ooglooks die ik zou willen maken hiermee. Dus dit paletje is echt fijn. Deze highlighter is echt heel erg mooi, dit highlighter paletje. Als je houdt van een heftige glow, ga je dit echt geweldig vinden. Ja, en de lipkits vind ik ook echt toppie. Lekker fijn op de lippen. Ze hydrateren de lippen echt super. Ik heb echt altijd droge lippen. Dus dit soort dingen vind ik echt heel erg fijn. Dus deze gaat ook zeker hier in mijn lipsticklader. En zeker vaker worden gebruikt. Ik vind het echt toppie. Vooral die donkere versie. Deze lichte kleur vind ik niet zo mooi. Laat me weten of jullie de collectie ook hebben ingeslagen. Of gewoon een aantal producten ervan. Als ik iets zou aanraden, is het zeker deze lipkits. Ik vind ze echt zo fijn aanvoelen op de lippen. Oh my god. En ik heb op Boosie Shop gezien dat Bekant deze hele collectie al is uitverkocht. Dus ik denk dat een heleboel van jullie deze producten ook al hebben. Dus let me know wat jullie van de collectie vinden. En zoals altijd hoop ik dat ik weer een beetje een lach op jullie gezicht heb gebracht vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!